4 modeontwerpers zijn uitgekozen om een opleiding tot modecreator te volgen in China. De ontwerpers hebben meegedaan aan de Suriname Fashion Week. De modeopleiding in China is tot stand gekomen in samenwerking met de Chinese ambassade. De 4 ontwerpers zijn onder andere Aksha Knot, Meredith Yuruya, Tiffen Akobe en Abraham Linga. Volgens Wada Marika, Fashion Director van de Suriname Fashion Week, is educatie belangrijk voor Surinaamse designers. En zijn wij er trots op dat er nu 4 designers naar China kunnen voor deze opleiding. Marika zegt verder dat er is gelet op het talent van de ontwerpers en wat ze allemaal hebben laten zien tijdens de afgelopen Suriname Fashion Week. Er werd gelet op hun creativiteit, hun originaliteit, hun afwerking, want dat is ook belangrijk. En wat voor ons, samen met de Chinezen, belangrijk was, die greedy, die passie die ze hebben voor mode. En daar hebben we 3 designers uitgekozen. Meredith Yuruya gaat ook naar China. Zij heeft niet meegedaan aan Suriname Fashion Week, omdat ze rond die periode in Amsterdam moest zijn. En daar heeft ze de prijs gewonnen, Fashion Fest. En toen dachten we, nee, zo iemand met zoveel talent, die capaciteiten moeten we verder exploren. Dus zij hoorden er ook bij. We hebben echt nauwkeurig gekozen, 4 die het willen, snap je? En welke lering hebben ze eruit getrokken als ze terugkomen na een maandje? De fashion director zegt dat de modeontwerpers elk een maand verblijven in China. Marika legt uit wat de ontwerpers tijdens de opleiding zullen leren. En de opleiding omvat fashion design, merchandising, dus de businesskant van mode. Fashion engineers, ze gaan leren tekenen met de nieuwe computertechnieken gaan ze leren tekenen, al dan niet 2D, 3D. En dan ook de modetechnische aspecten komen naar boven. Het draperen, appliceren. En een vak dat mij jaloers maakt dat ik niet kan gaan, het heet fashion forecasting. Dus ze gaan geleerd worden, dus wiskundig. Hoe kan je de modeverwachtingen voorspellen? En als je dat kan, dan weet je ook hoe je designs erop moet inspelen. Dus wanneer ze terugkomen, de eerste 2, ben ik een van de eerste die als een kind aan hun lippen gaat hangen om te weten wat ze geleerd hebben. En ik hoop dat ze het ook zo kunnen overbrengen aan anderen in Suriname. Wada Marika, fashion director van de Suriname Fashion Week. Naar aanleiding van 4 Surinaamse modeontwerpers die zijn uitgekozen om een modeopleiding te volgen in China.